Ik gok wat de bedoeling is voor de tweede helft. Dat mag ik nog aannemen dat Rutte nog even wat laatste instructies heeft. Het zal denk ik ook iets beter moeten bij Vitesse in balbezit. Maar ja, het is wel lekker als je het gevoel hebt dat de ploeg kan nog veel beter. En ze staan toch wel zo comfortabel met 2-0 voor. Dat zal Rutte deugd doen. Boni, die af en toe niet helemaal fit oogt, heeft ook her en der wel wat pijntjes, is ook al aangegeven. Ziek geweest eerder deze week. Ik denk niet dat ze risico met hem gaan nemen. En zodra de stand het toelaat, hij staat op scherp en misschien niet 100% fit. Dan zal Boni denk ik wel vervangen worden. Maar als Roda opportunistisch gaat spelen, dan kunnen er nog gekke dingen gebeuren in Limburg. Daar kan PSV over meepraten. De extra tijd. En 6 doelpunten in 3-3. 3 zekere punten uit handen gegeven door Vitesse. Omdat het te veel gas terugnam, te nonchalant werd. Roda pakt een belangrijk punt in de strijd tegen degradatie. Maar veel belangrijker eigenlijk nog is dat Vitesse er 2 laat liggen in de race om de titel. Punt 4, wel eens 3 punten heb ik het idee. Natuurlijk, inderdaad, zeker na 3-0 achterstand. Het was even gezeik, jij had even gedoe met de trainer, alles nu weer in orde? Ja, zeker. Ik bedoel, sommige dingen gebeuren op training, emoties, we zitten allemaal in een lastig pakket. Dus dat betreft, maar ik heb gewoon goed met hem gesproken en het is gewoon uit de wereld. Hoop doet leven. Sorry? Hoop doet leven. Ja, zeker weten. Dankjewel. Oké, okay, jongens, kan die? Ja. Ik zit nu een jaar of 15 in het vak, maar ik heb jullie volgens mij nog nooit van zo'n relaxte, comfortabele voorsprong zo ongelooflijk onderuit zien gaan. Nee, dat heb ik ook nog niet meegemaakt volgens mij. We begonnen zelf gewoon te gemakkelijk, denk ik. Het werd te makkelijk en dan gaan mensen ballen verliezen die ze niet mogen verliezen. En dan help je in de wedstrijd. Was het laksheid inderdaad, want jullie speelden eigenlijk zelfs tot aan de 3-0 niet goed. Maar elke kans is een goal, prima. Maar had je daarmee zoiets van, oh, we zijn er al? Ja, ik vond ook het spel niet goed, maar we hadden wel de wedstrijd in handen. En er was niks aan de hand, totdat we die goal weggeven. En het publiek gaat erin geloven en de spelers ook weer. En wij worden onrustig. Ja, hoe lastig is dat dan? Want ik zie jou nog wel proberen vooruit te jagen. Niet helemaal op z'n Des Janssens, maar goed. Ja, je moet wel, want als je hun ook... We lieten hun ook te ver de inkomen, zeg maar, het middenveld in. En dan is het makkelijk om die ballen erin te geven. Als je nog een beetje druk zet, komt hij op de middenlijn en dan kun je vechten voor de tweede bal. Maar er zat gewoon niks in vandaag. En we zeggen dat Roda uit de tweede helft met heel veel strijd is goed heeft. Dan hebben we het weer over die titelstrijd. Je moest 2 hele, hele dure. En nu? Nu is het duidelijk, hè? Want even niet meer meedoen. Niet meer gewoon. Het is klaar. Ik bedoel, we moeten ons nu gaan richten. Op het halen van Europees voetbal. Dat was de doelstelling vooraf. En daar zijn we bijna in geslaagd. Dus, Ronde Champions League kan toch nog? Ja, kan wel. Maar ik bedoel, we staan nu achter